een van de grootste uitdagingen binnen de zorg is het personeel. Of eigenlijk het tekort aan zorgpersoneel. Hoe behouden we genoeg professionals voor de zorg en hoe zorgen we voor voldoende instroom? Recentelijk hebben we in een commissiedebat het hierover gehad. En daarin pleit ik voor een Delta Masterplan voor de arbeidsmarktbeleid in de zorg, waarin ook duidelijk wordt gekeken naar implementatie van alle adviezen en waar alle relevante ministeries bij betrokken worden. Bijvoorbeeld ook Sociale Zaken en OCW.